Lieve weegschaal, welkom bij jullie maandreading voor de maand januari 2022. Kijk zo meteen wel even of dat deze video met je resoneert. Mocht dit niet het geval zijn, kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Dan zit wellicht jouw boodschap daarin verstopt. Ik begin zoals altijd met twee overal energiekaartjes. En vanuit daar gaan we kijken wat er voor jullie op tafel mag komen. Moet die op kop? Nee. We hebben boodschap in een fles en oneindig verhaal. Er zit ergens een onvoltooide cyclus achter waar je nog je blik op mag gaan werpen. Er zullen nieuwe boodschappen en heldere inzichten naar je toe gaan komen. Ik zie wel dat er een 10-kaart ligt. Dus dat houdt in dat er toch wel een einde gaat komen aan die situatie. Omdat je dus een andere boodschap binnen gaat krijgen. Ik ga eens even kijken wat de boodschap voor jullie is daarbij. Het kan voor sommigen zijn dat je de boodschap van een ander krijgt. En het kan voor sommigen zijn dat je intuïtief je boodschappen door gaat krijgen. Een nieuwe blik op de situatie gaat krijgen. Het heeft met iets waar je emoties mee gemoeid zijn. Ik voel ook wel dat het nu de tijd ervoor is om dit los te gaan laten. En vanuit daar een nieuwe kracht te gaan hervinden. Ja, het torenmoment gaat echt plaatsvinden. De strijd wat je geleverd hebt. Veel verdriet en pijn ligt hier. Maar er gaat wel een eind aan komen. De zon mag weer gaan schijnen voor jullie. Oké. Intuïtief weet je dus dat een bepaalde situatie gewoon niet kloppend is. Dat je dus vast blijft houden aan een situatie waar je ja, niet je ware identiteit kunt doorpakken en kunt zijn. Maar het is aan jou, of dat ik hoor dat ik deze andersom moet gaan leggen. Oké. Het is dus aan jou of dat jij hier iets mee gaat doen. Dan gaat in ieder geval, als je hiermee doorgaat, zul je merken dat dat einde alleen maar pijnlijker gaat worden. Die strijd wat je hebt geleverd. Je houdt je eigen een beetje voor de gek. En dat heeft te maken dus met iets waar jij liefdevolle energie in hebt proberen te stoppen, maar niet in dezelfde gradatie terug hebt gekregen. En dat wil niet zeggen dat dat per se een liefdesrelatie zal zijn, maar het is in ieder geval wel gebaseerd op een emotionele connectie. Dat kan dus ook vriendschap zijn, dat kan familiair zijn, werkzaamheden, dat soort dingen. Dus er zijn heel veel dingen voelbaar. Ik voel ook echt een hele onrustige energie. Een beetje zo'n wervelwind, eentje die niet goed gegrond is. Van hot naar her vliegen met je hoofd en gedachten. Dan gaan nu de puzzelstukjes op zijn plek vallen. De kaart komt op kop, dus je hebt heel lang vastgezeten in een situatie, maar je gaat nu een nieuwe doorstroom maken, waardoor je dus het stukje vasthouden aan iets vertrouwd, iets ouds, los gaat laten. Je gaat uit die situatie komen, maar daarvoor is het wel belangrijk dat het universum jou daar een hele harde les in heeft laten leren. Eerlijk zijn naar jezelf, eerlijk handelen, ook een eerlijke uitspraak doen naar de persoon waar jij mee in verbinding staat. Ik voel net het gevoel dat je tegen flauw vallen aan zit. Knikkende knieën, tintelingen in de voeten. Grond alsjeblieft heel goed. Heel belangrijk. Dan zul je ook merken dat je niet meer zo in je hoofd gaat zitten, dat je ja, niet dat die wervelwind in stand hoeft te houden. Je kunt dit loslaten. Ja, het zijn er wel een beetje te veel. Ga je inzien dat als jij in deze situatie blijft zitten, je alleen maar in, ja, zult gaan verdrinken in het verdriet. Je gaat inzien dat. Het voelt voor mij een beetje als de 8 van bekers. Dat je in gaat zien dat iets gewoon niet meer werkt. Dat het heel lang goed was. Maar dat je zelf intuïtief aan het groeien bent. En uiteindelijk uit deze connectie aan het groeien bent. Waardoor het niet meer kan levelen.
En innerlijk weet je dat het heel veel verdriet nog met zich mee gaat brengen. Maar van de andere kant weet je ook dat er daardoor ook nieuwe dingen naar je toe kunnen gaan komen. En dat die nieuwe bekers naar je toe kunnen gaan komen. Zelfliefde is daar een groot onderdeel van. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er nieuwe liefde naar je toe gaat komen. Als jij dus daadwerkelijk je eigen niet meer voor de gek aan het houden bent. Ik zie zeker wel dat er een nieuwe stroming gaat komen in januari. Maar dan is het in welke hoedanigheid jij zelf de touwtjes in handen wil houden om dit ook te kunnen overzien. Laat jij het universum de boodschappen stromen of laat je het los? Er is in ieder geval een connectie wat zwaar weegt. Veel ballast met zich meebrengt. Waar lessen eerst geleerd mogen worden. Ga je deze stukken loslaten, dan kun jij weer in die nieuwe stroming mee van de zon. De zon is natuurlijk wel de mooiste kaart van het dek. En dan zul je ook echt vanuit het universum een nieuw aanbod krijgen op nieuwe passie die je gaat voelen. De kracht die jij innerlijk voelt, ga je weer verder ontwikkelen. Dan gaat een nieuwe, ondanks dat het spannend is en nieuw is, je gaat daardoor wel uit dat oneindig verhaal. En je gaat vanuit de boodschappen die je vanuit het universum al binnenkrijgt, ga je wel een nieuwe start maken. En die knoop doorhakken, die kun je dan blindelings gaan doen. Ga je dit vanuit je hoofd doen, dan zul je toch weer nieuwe inzichten krijgen. Maar ga je het vanuit je gevoel doen, dan weet je dat dit de keuze is die je toch mag gaan maken. Anders blijf je in deze cyclus hangen. Ik krijg ook echt het gevoel dat je keel dichtgeknepen wordt. Dus je keelchakra is een heel belangrijk onderdeel in januari. Om toch de waarheid uit te gaan spreken. Niet alleen naar jezelf, maar ook met de persoon waar je mee in connectie zit. Er gaat een hele nieuwe stroming komen. Gronden is echt heel belangrijk, want ik voel mijn hoofd heel licht worden. Echt wat ik net al zei, een beetje tegen flauw vallen aan. Ga je die knoop doorhakken, dan zul je merken dat je uit je verdriet kunt gaan komen en dat je nieuwe successen op je pad gaat krijgen. En daar is die stroming dan ook naar. Daar zit een hele mooie stroming in, maar daarvoor is het belangrijk wel bij een bepaalde keuze te blijven, wat je hebt gemaakt in het verleden. En dus ook echt een doorstart mag gaan maken. En een einde aan de situatie krijgt. Dus er ligt wel een nieuwe start voor jou. En dat heeft te maken met dat je nieuwe inzichten gaat krijgen vanuit het universum. Maar daarentegen is het, voel ik ook wel dat je zelf dingen tegen aan het houden bent. Omdat je niet uit die patroon wilt stappen. Het universum gaat jou er in ieder geval bij helpen dat het nu wel de tijd is om anders te gaan kijken op die situatie. En dat je eerlijk mag gaan zijn naar jezelf. Je eigen passie weer terug gaat vinden. En je eigen kracht gaat staan. Het laatste oordeel gezegd mag worden. En je weer bloot durft te geven. Om je eigen stabiliteit op te bouwen. Ik zie hier dat je weer in je kracht komt te staan. Je mannelijke energie weer gaat optimaliseren. Je eigen stabiliteit neer gaat zetten. Je passie weer gaat volgen. En vanuit daar ook met opgeheven hoofd weer door gaat pakken. En dan zul je merken dat het niet makkelijk is geweest voor jou, maar het gaat wel makkelijker worden. Maar dan mag je zelf wel in gaan zien. Er liggen in ieder geval mooie kaarten. We hebben hier al twee keer een nieuwe, hier een nieuw begin, hier een nieuwe koning kaart. De ridder van zwaarden. Dus er gaat een nieuwe stroming komen. Je gaat eerlijk handelen. Er gaat een nieuwe snelheid komen in je leven. Je gaat ook er gaat toch een soulmate naar je toe komen. Het is de tijd ervoor. Je stapt uit het oneindig verhaal. De relatie of connectie waar je in zit gaat beëindigd worden. Dat kan pijnlijk zijn. Maar vanuit daar gaat er een nieuwe boodschap komen vanuit je soulmate. En voor sommigen geldt het dat dit een persoon is uit jouw jeugd. Maar voor sommigen kan het ook gelden dat het iemand is uit jouw vorig leven. Er zit in ieder geval een diepe connectie. Iets waar jij in bent gaan zien dat het oude daardoor wel afgesloten mag worden. Strijd waar je innerlijk daar nog voor hebt, zul je los gaan laten. Het heeft in ieder geval, ik heb het idee dat voor sommigen van jullie deze persoon al in jullie leven is geweest. En vanuit daar dus die verbinding aan is gegaan. Die persoon is in ieder geval heel verdrietig dat er nu geen contact is. Maar dat zal in eind januari toch ergens wel nog nieuw contact gaan vinden. Of plaats gaan vinden.
Ik ben dus benieuwd wat we nog meer mogen weten. We gaan eens even meer op de diepgang van de soulmate. Ja, het oude laat je dan achter je. Dit is wat ik in het begin al zei, de 8 van bekers. Dan ga je toch echt achter je laten. En de nieuwe inzichten gaan binnenkomen. Je gaat de wereld weer op handen dragen. Omdat je dus vanuit een ander perspectief in bent gaan zien. Dat er toch echt nu een knoop doorgehakt moet gaan worden. Over de situatie waar je in zit. De verbinding waar je in hebt gezeten. Dat het toch niet helemaal de diepgang is waar jij zou willen voelen en ervaren met een ander. Je hebt hier heel lang voor gevochten en gestreden om deze connectie in stand te houden. En ook daadwerkelijk te optimaliseren. Maar van de andere kant heb je je eigen daardoor ook wel een beetje voor de gek zitten houden. En ben je nu wel op een punt dat je eerlijk gaat zijn naar jezelf toe om hier iets mee te gaan doen. Al is dit spannend, al weet je nog niet hoe dit verder ontwikkeld zal gaan worden. Je bent wel meer in verbinding aan het komen met het universum, met jouw innerlijke stem. Vandaar ben je dus ook je eigen balans aan het zoeken. Yin-yang energie. En ga jij nieuwe wensen uitspreken, alhoewel jouw angst ook best wel nog de kop op komt zetten. Je gaat best wel nog wel strubbels gaan ervaren met het stukje wensen die je uit wil spreken. Zodra jij jouw balans gaat vinden, dus echt losbreekt uit die situatie, uit het oude waar jij dus een hele tijd vast in hebt gezeten, dan ga je nieuwe inzichten krijgen en dan krijg je nieuwe mogelijkheden en handreikingen. Die handreikingen krijg jij nu ook wel al, maar jij ziet dit zelf nog niet in, omdat jouw focus verlegd is op het, ik noem het even tunnelvisie. Ik weet niet of je je eigen daarin herkent, maar het is in ieder geval een soort tunnelvisie wat je voor jezelf nu toe aan het passen bent geweest. Om voor sommigen van jullie een relatie in stand te kunnen blijven houden en te hopen dat er een nieuwe doorstart mogelijk zou zijn. Je gaat inzicht te krijgen dat dit op dit moment gewoon toch niet zo heeft mogen zijn. Bepaalde liefdevolle energie, zelfliefde is daar een onderdeel van. Dat je een ander altijd op de eerste plaats hebt gezet. En je gaat nu inzichten verkrijgen dat je jezelf eerst op de eerste plaats mag gaan zetten. Voordat je dus ook die samenstelling met een ander kunt gaan maken in die frequentie. Als jij intuïtief aan het groeien bent en de ander niet, zul je gaan merken dat er een disbalans gaat komen. En dat de connectie gewoon moeilijker stand kan houden. Dan zal er minder begrip zijn in de zin van dat je elkaar kunt begrijpen. En dan zal het vanaf de ene kant makkelijker zijn om de andere te begrijpen, omdat je zelf al door dat proces heen bent geweest. Maar als de andere nog niet door dat proces heen is, zal het lastig zijn om elkaar te begrijpen en te snappen. En dan zul je merken dat je toch ergens iets gaat missen wat je bij een ander misschien wel zou kunnen krijgen, want er ligt wel een soulmate kaart en dat wil niet zeggen dat er boembats iemand op je pad gaat komen, maar op energetisch veld zit er wel een bepaalde connectie en verbinding. En het zou zomaar kunnen zijn dat het universum jou aan deze persoon gaat laten denken. Of als je iemand tegenkomt dat je toch best wel een bepaalde chemie voelt. En dat je dan weer in je hoofd gaat zitten, ja maar dat kan niet, want ik zit in een relatie en dat is niet goed en dat is niet oké. Maar je hart kun je niet blokkeren en sturen. Dit overkomt je. En dan is het aan jou wat je ermee gaat doen. Dus ik pak nog voor jullie een engelenkaartje. En dan hoop ik dat je iets aan deze energiereading hebt gehad voor de maand januari. Mocht deze reading met je resoneren. En kijk anders ook even bij je maanteken, ascendant of venusteken. En ik zou ook zeggen, kijk even nog een keer, als al heb je het misschien al gekeken, de jaarprognose voor 2022. Er zullen ook nog wat puzzelstukjes verder op zijn plek gaan vallen. Met aanvulling van deze reading. Oké, we hebben engelen van begrip. Houd je in. Je kunt beter naar andere mogelijkheden zoeken om het gewenste resultaat te behalen. Dus ga uit een geblokkeerde situatie. Blijf niet vastklampen aan iets wat niet werkt. Ga daadwerkelijk het inzicht krijgen dat er andere opties mogelijk zijn voor jou. Ik hoop dat je het zo kunt lezen.
Voor nu wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken weer voor het kijken. Mocht je het leuk vinden om een berichtje of een like achter te laten, mag dat natuurlijk altijd. Ik ben heel mooi aan het groeien met mijn kanaal, dus ik ben jullie ook ontzettend dankbaar daarvoor mocht je geabonneerd zijn. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou ik het heel fijn vinden als jullie dit zouden doen. Daardoor kan mijn kanaal nog verder groeien en lieve mensen bereiken. En dat is waarom ik dit werk ook doe. Mocht je behoefte hebben aan een jaarprognose nog voor 2022, kun je die nog steeds aanvragen. In de beschrijving staat een linkje naar mijn website. Dan kun je bekijken wat dit inhoudt. Voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei doei!